Toenaan Taski, hoe was het om je eerste goal voor MVV te maken? Ja, blij. Ik hoop dat ik nog meer doelpunten kan maken voor MVV. Belangrijk kan zijn voor het team, ook met assisten. Maar wel blij dat ik eerst doelpunt kon maken. Dat was een hele goede fase van jullie, hè? Want het ook een hele mooie goal. Hoe heb jij die gezien? Ja, wat ik nog weet was een lange bal van onze keeper, Romein. Rechtsback naar Tim. Tim geeft door naar Verre. Verre geeft door naar Nabil. En ja, en komen erbij de tweede paal. Een mooi doelpunt, vond ik. Had jij gerekend op dat overstapje van Koen Costons? Want ja, dat had je ook kunnen verrassen. Ja, ik zag het aankomen. Want hij kon net niet bij. Dus een slimme spits laat altijd over. Hoe kwam het dat jullie al na 5 minuten die voorsprong uit handen gaven dan? Ja, hele goede vraag. Na 1-0 voorsprong zakten we weg. Dus kwam ook gelijk 1-1. En op een gegeven moment, de tweede helft, begonnen we gewoon sterk, vond ik. En, Maar die 5 minuten had ook gewoon een 0-2 kunnen zijn. Hè? Jullie speelden in 1 keer beter en laten het zo schieten. Hoe kan dat? Klopt, kon ook 0-2 staan. Ja, was 1-1. En zoals ik zei, de tweede helft begonnen we sterk. Alleen zonde van die corner. Maar wat ik nog wel weet, dat we nog 2-2 konden maken via Dai. Een paar keer lukte jouw steekpaasje niet, hè? Ja, klopt. Hadden jullie heel veel problemen met het feit dat Nicky Soer er niet bij was en Brian Smeets? Ja, je merkt gelijk aan die spelen dat we meer aan de bal kunnen komen als zij er staan. Dus het was wel een beetje lastig, vond ik. Maar na zo'n goed begin, hè, want dat is al een paar weken het probleem bij MVV, is het natuurlijk wel ontzettend balen dat je dan nog geen eens een puntje mee kan nemen uit Tilburg. Het was echt 50-50, vond ik. Ja. Eerste helft, hè? Tweede helft niet meer. Nee, klopt. Voel je al op je gemak bij MVV? Ja, zeker, zeker. Ik woon ook nu in Maastricht. Dus we hebben nog veel wedstrijden gaan, nu focussen op Den Bosch. Ik merk wel dat je je al redelijk thuis voelt aan de manier waarop je van kant wisselt met Verre Slegers. Heb jij dat gevoel ook? Ja, ja, zeker. Ik kan links en rechts spelen, hij ook. Dus voor mij geen probleem links of rechts buiten. Als ik met één kan doen. Conclusie vanavond, jullie hebben het toch een beetje weggegeven. Ja, klopt.